Ik ben Dirk Jansen, ik ben woonachtig in Biddinghuizen. Mijn bedrijf is ook gevestigd in Biddinghuizen. En 10 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen in de ramen, deuren en kozijnen. Een jaar of 5, 6 geleden ben ik begonnen ook om trappen erbij te maken, maatwerktrappen. Zelf heb ik van oorsprong een opleiding in de bosbouw grootschalig groen. Keihard werken, goede voorlichting en je afspraken nakomen. Dat is in grote lijnen. Mensen niet verhalen voorhouden die je niet waar kunt maken of die je niet kunt maken. Gewoon nette prijs, goed werk en snel kunnen leveren. We maken kozijnen, ramen, deuren, trappen. Traditioneel gebindwerk wat bijna geen bedrijf meer doet in Nederland. En daar ga ik nou helemaal op inspelen. Dus dat wordt straks misschien nog wel groter als de hele timmerindustrie. Nou. Dit kan ik niet op de Nou, ik heb de werkplaats bestaat uit diverse machines. Een vierzijdige schaafbank waar je hout mee kunt schaven. Ik heb een machine staan die automatisch alle beslag voor de ramen, deuren en de kozijnen invreest of inkroost, zoals ze zeggen. Ik heb een CNC trappenvreesmachine heb ik staan om trappen te kunnen maken, maar meestal maken we ze handmatig. Dat is wat makkelijker voor ons. En vlakbanken, verdikte banken, cirkelzagen, van alles heb ik staan. Maar dat is de woedmeister is juist weer een hele mooie aanvulling. Omdat ik die machines in de werkplaatsen ook weer kan gebruiken, inzetten. Voor een goed eindproduct uit de bosbouw te kunnen maken. Met de bomen. Ik maak een keus bij de opdracht die ik heb. Welk hout heb ik nodig van de stam? Welk gedeelte van de stam? En liefst koop ik 20 meter stammen, want dan kun je zelf veel mooier sortiment uitzagen. Ik heb ook wel weer eens ruimtegebrek 5 meter stammen. Het zagen en het maken van dingen en het ontwikkelen van een mooi product wat je zelf helemaal volledig in de hand hebt. Nou, het mooiste is dat je het zelf gemaakt hebt en dat je iets bouwt wat er niet is, wat een ander niet heeft. Eigen creativiteit en eigen gedachtegang over het bouwen van een woning. We kunnen in dat hout kunnen we verschillende soorten verbindingen maken. Op de traditionele manier, dat is met ouderwets gebindwerk. Dus doorlopende pen en 2 pennen erin. Of een pen half in het hout en dan 2 achtkantige pennen erin slaan, dat de verbinding vastzit. Er komt in principe in mijn bouwwerk komt geen spijker of geen schroef in. Maar je kunt het ook nog op een goedkopere manier maken. Dat is met bepaalde vreesmallen dan je zwaluwstaatverbinding maakt. Dat gebruik ik veel voor tuinhuisjes, carports, veranda's. Daar gebruik ik zwaluwstaatverbinding mee. Relatief goedkoop, snel en makkelijk en heel eenvoudig. Gebindwerk moet je terdege wel verstand van zaken hebben, maar je zit met constructieve elementen. Dus dat moet wel door een constructeur bekeken worden. En dan moet je het zelf maken. Mijn filosofie achter het bedrijf is de lijntjes kort houden, kort en duidelijk instructies geven hoe dat de jongens het hier in de werkplaats moeten maken. En ik kan alleen mensen gebruiken die vakbekwaam zijn. Dus hun vak goed kunnen uitoefenen. En dat maakt mijn bedrijf sterk. Ik heb voor Woedmeister gekozen puur om het feit dat dat een vrij bekend merk in Nederland is op zaaggebied. Er zijn ook wel andere merken, maar daar is de ondersteuning gewoon niet goed van of geen goede importeur. Very easy to make. Het is gewoon een goed merk en betaalbaar.
en makkelijk te bedienen. Dat is ook vrij belangrijk. Nou, ik verwacht dat ik de machines... Kijk, boeken kunnen schrijf ik zelf over 5 jaar. Maar dan zijn ze wel betaald. Daar ga ik vanuit. Dan hebben ze zijn geld wel opgebracht. Dan kunnen ze ook zien wat je met relatief goedkope machines kunt maken. Als eindproduct zijnde. Met een klein beetje verstand. Alleen al vanwege de service en het onderhoud wat gewoon goed is. Kijk, en welke machine, dat is afhankelijk van de portemonnee van de klant. En wat hij ermee wil doen. Ik vind het leukste aan mijn werk de veelzijdigheid. Het zelf bedenken, samen met de klant overleggen hoe dat een bepaald product gemaakt wordt.